Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Dit is de eerste van twee bijlagen die met goedkeuring van de auteur aan de Nederlandse editie van het boek zijn toegevoegd. Het grote ontwerp? Professor Edgar Andrews bespreekt het boek. The Grand Design: New Answers to the Ultimate Questions of Life, van Stephen Hawking en Leonard Mlodinow, in het Nederlands verkrijgbaar onder de titel Het grote ontwerp: een nieuwe verklaring van het universum, uitgegeven door uitgeverij Bakker in 2010. Kosmoloog Stephen Hawking verkocht ongeveer 9 miljoen exemplaren van zijn boek Het heelal. Verleden en toekomst van ruimte en tijd. Vandaag, 22 jaar later, heeft hij als mede-auteur het grote ontwerp geschreven. Het kreeg meteen de eerste plaats op de bestsellerslijst van de New York Times. Maar dit vervolg is intellectueel zo inferieur aan het heelal dat een recensent op 11 september 2010 in The Times Saturday Review schreef. Het leest als een uitgerekt artikel in een tijdschrift. Het is te veel aan- en opgevuld en er is te veel oud materiaal gebruikt. Ik betwijfel of het grote ontwerp zou zijn uitgegeven. als Hawking's naam niet op de cover had gestaan. En de recensent is Sir Martin Rees. Kosmoloog en astrofysicus, oud medewerker van Stephen Hawking en sinds 1995 Astronomer Royal. Dat is een Britse eretitel voor belangrijke astronomen. En voormalig hoofd van de Royal Society. Dus waarom is dit nieuwe boek zo'n enorme bestseller? Omdat het beweert dat de wetenschap God. Overbodig heeft gemaakt. Laten we de beweringen die het boek doet eens van wat dichterbij bekijken. Filosofische huigelarij. In de inleiding wordt meteen al beweerd dat de filosofie dood is, pagina 5, en dat, zoals de ondertitel aanmatigend zegt, alleen de wetenschap. Nieuwe antwoorden op de ultieme levensvragen kan geven. Maar dan verkopen de auteurs ons hun geheel eigen soort van humanistische filosofie, dopen het wetenschap en baseren hun boek erop. Ze zeggen, citaat: Dit boek is geworteld in het concept van het wetenschappelijk determinisme, dat ervan uitgaat dat er geen wonderen zijn. Of uitzonderingen op de wetten van de natuur. Einde citaat. Maar wetenschappelijk determinisme is simpelweg de filosofische aanname dat de natuurwetten alle gebeurtenissen regelen. Ik zeg precies het tegenovergestelde in hoofdstuk 11 van mijn boek Wie heeft God gemaakt. En in hoofdstuk 3 zeggen ze dat de werkelijkheid tussen aanhalingstekens. Een product van onze gedachten is, waarmee ze suggereren dat er niet zoiets is als een objectieve werkelijkheid. De Ierse filosoof George Berkeley had al in 1710 dezelfde mening, maar hij kreeg niet veel aanhangers. Ze concluderen dat er geen beeld of theorie onafhankelijk concept van de werkelijkheid is en bieden ons een modelafhankelijk realisme aan als raamwerk waarmee we de moderne wetenschap kunnen interpreteren. Pagina 42 tot 43. Het zal duidelijk zijn dat een verklarend raamwerk voor de wetenschap geen wetenschap kan zijn, maar in een heel andere categorie thuishoort, namelijk filosofie. Omdat de mentale modellen die wij creëren, citaat de enige werkelijkheid zijn die we kunnen kennen, einde citaat, volgt hieruit dat citaat een goed geconstrueerd model haar eigen werkelijkheid creëert, einde citaat, pagina 172. Het probleem hiermee is natuurlijk dat dit het hele idee van werkelijkheid ondermijnt, de werkelijkheid tussen aanhalingstekens van Hawking sluit immers de werkelijkheid tussen aanhalingstekens van een God uit. Terwijl in mijn werkelijkheid tussen aanhalingstekens God de hoofdzaak is. Deze twee werkelijkheden sluiten elkaar uit, maar ze zijn beide, volgens Hawking, even echt. Dit is postmodernisme via de achterdeur en een grote vijand van de wetenschap. Die juist afhankelijk is van een echte werkelijkheid die onderzocht kan worden. Determinisme. De auteurs omarmen ook nog een andere filosofie, namelijk wetenschappelijk determinisme. Citaat: Hoewel we denken dat we kunnen kiezen wat we doen, toont ons inzicht in de moleculaire basis van de biologie duidelijk aan dat biologische processen gestuurd worden door de wetten van de natuurkunde en de chemie, zodat ze net zo constant zijn als de banen rond de planeten. Einde citaat, pagina 31 tot 32. We zijn dus gedachteloze automaten en alles wat we doen of denken ligt van tevoren vast. De werkelijkheid is natuurlijk dat biologische processen voor een overweldigend groot deel niet door natuurkunde en chemie worden bestuurd, tussen aanhalingstekens, maar door gestructureerde informatie die ligt opgeslagen in het DNA en die zich manifesteert door de genetische code. Informatie bestuurt de natuurkundige en chemische processen in de levende cel en niet andersom. Bovendien, als onze verstand gewoon een bijproduct is van moleculaire processen in de hersenen, dan zijn alle gedachten betekenisloos, inclusief de theorieën van de auteurs zelf. Nadenkende atheïsten, zoals Bertrand Russell en J.B.S. Haldane, onderkenden dat dilemma heel duidelijk. Zie hoofdstuk 16 van mijn boek. Maar Hawking en Mlodinoff lijken er blind voor te zijn. In hoofdstuk 4 van hun boek houden ze zich bezig met het verklaren van Richard Feynman's vele paardenformulering van de kwantumtheorie. En dan is er een voetnoot: De vele paardenformulering is een kwantummechanisch concept, waarin bijvoorbeeld een foton vanuit een lichtbron tegelijkertijd alle mogelijke routes of paarden aflegt. Naar een scherm, een oneindig aantal mogelijke paden tussen aanhalingstekens. Vervolgens gebruikt men de wiskunde om de oneindigheden te elimineren en een correcte beschrijving te geven van wat er bijvoorbeeld gebeurt bij een tweespleten-experiment dat een golfachtig patroon veroorzaakt op een erachtergelegen scherm. Einde voetnoot. Dat hebben ze goed gedaan, Hawking en Blodinoff, maar omdat ze andere formuleringen van de kwantumtheorie negeren, wekken de auteurs de verkeerde indruk dat de benadering van Feynman de enige juiste is. Dat is tendentieus, omdat zij Feynmans visie nodig hebben als springplank voor hun eigen multiversumhypothese. Als ze zouden toegeven dat de vele parenformulering, Slechts één van de verschillende andere geldige formuleringen van de kwantummechanica is, zou dat hun argument danig verzwakken. De machtige M-theorie In hoofdstuk 5 beschrijven de auteurs de ontwikkeling van de natuurkunde in de afgelopen 200 jaar, met inbegrip van de algemene relativiteit, die de grootschalige werkingen van het universum beschrijft en de kwantummechanica die de microscopische werkingen van het universum beschrijft. Hoewel het niets nieuws bevat, is dat het beste deel van het boek. Het hoofdstuk eindigt echter met uitspraken over de M-theorie die bij mij de alarmbellen deden rinkelen. Pagina 118. In het begin van dit boek is de M-theorie niet meer dan citaat een kandidaat voor de ultieme theorie van alles, mocht die theorie echt bestaan. En is het niet een theorie in de gebruikelijke zin, maar wel een die misschien antwoorden kan geven op het verschijnsel van de schepping. Einde citaat. Natuurkundige Lee Smolin twijfelt. Citaat. We weten nog helemaal niet wat de M-theorie is. En of er wel een theorie bestaat die deze naam verdient, einde citaat. In The Trouble with Physics, oftewel het probleem met de natuurkunde, pagina 146. En de auteurs geven zelf op pagina 117 ook nog eens toe dat citaat wetenschappers nog steeds bezig zijn met het ontraadselen van de aard van de M-theorie. Maar dat het best eens onmogelijk kan blijken te zijn. einde citaat. Maar op pagina 118 wordt dit lastige wiskundige model plotseling op de een of andere manier getransformeerd tot een theorie die zo machtig is dat haar wetten nog fundamenteler zijn dan de wetten van de natuur en ruimte laten voor verschillende universa met verschillende duidelijke wetten. Dat is een grote sprong in het atheïstisch geloof. Toverdrank. Bij de laatste drie hoofdstukken krijg je het gevoel dat je over de rug van een toverkol meekijkt als ze een slecht ruikend brouwsel kookt: van speculatie, desinformatie en normale wetenschap, waarbij dat laatste ingrediënt je toch wat in verwarring brengt. Ik kreeg er in elk geval een mentale kater van en ik ben geen leek op dat gebied. Het valt niet mee te onderscheiden waar de wetenschap eindigt en speculatie begint, maar de hoofdlijn in hun redeneertrand lijkt de volgende te zijn. 1. Het oerknalmodel gaat ervan uit dat het universum begon als een zodanig klein voorwerp dat we de kwantumtheorie erbij nodig hebben om de oorsprong ervan te verklaren. Pagina 131. Maar wacht eens even, de kwantumtheorie is alleen bevestigd onder de normale bekende omstandigheden van ruimte, tijd, temperatuur, druk enzovoort. We kunnen niet weten of de kwantumtheorie van toepassing is op de veronderstelde omstandigheden tijdens de geboorte van het universum, toen de ruimte zeer vervormd was. Toen de tijd op zijn best vaag was en de druk en temperatuur bijna oneindig waren. Wat we wel weten is dat massieve voorwerpen geen kwantumgedrag vertonen. Niemand kan zeker weten dat een pasgeboren universum de kwantumtheorie zoals wij haar kennen zou gehoorzamen. 2. Citaat. In het vroege universum gedragen alle vier dimensies van ruimtetijd zich als ruimte, waardoor het mogelijk wordt om ons te ontdoen van het probleem dat de tijd een begin heeft. Einde citaat, pagina 134 tot 135. Maar als tijd en ruimte equivalenten waren en de tijd niet begon, zou de ruimte ook niet zijn begonnen. Dan was het universum als het ware doordgeboren. De auteurs doen een beroep op het geen grens model dat Hawking 22 jaar eerder beschreef in zijn boek Het Heelal. Maar ze gaan nogal zuinig met de waarheid om. Dat eerste boek maakt duidelijk dat het model alleen geldig is in zogenaamde imaginaire tijd. Niet in de echte tijd. Zie mijn boek Wie heeft God gemaakt, pagina 135. De waarschuwing wordt echter in de wind geslagen en imaginaire tijd wordt hier voorgesteld als echte tijd. Maar dan wordt hun verhaal echt een klucht. Ze beweren dat, citaat, het besef dat tijd zich gedraagt als ruimte betekent dat het begin van het universum werd bestuurd. Door de wetten van de wetenschap en niet in gang gezet hoefden te worden. door de een of andere god. Einde citaat, pagina 135. Dus blijkbaar begon. tussen aanhalingstekens. het universum toch, maar niet in de tijd. U begrijpt het niet meer? Ik ook niet. 3. De auteurs stellen zich het vroege universum. Als een kwantumdeeltje voor, iets wat ze zelf dubieus noemen, en bekijken hoe het zich van punt toestand A tot punt toestand B kan ontwikkelen door de Feynman-padintegraal op de volgende manier toe te passen. Citaat: Omdat het begin van het universum hier onderzocht wordt, is er geen punt A, dus tellen we alle waarschijnlijkheden. Van alle mogelijke paden bij elkaar op, zodat voldaan wordt aan de geen-grens-toestand en eindigen bij het universum zoals we dat vandaag de dag zien. Volgens deze theorie verschijnt het universum heel spontaan en langs vele mogelijke paden. De meeste van deze hebben betrekking op andere universa. Einde citaat. En dan is er een voetnoot. Een pat-integraal is een wiskundig begrip om de niet-relativistische kwantummechanica te kunnen formuleren in termen van de actie uit de klassieke mechanica. Einde voetnoot. Maar door te zeggen dat punt A niet bestaat, veronderstellen ze dat het universum ergens ontstond tussen niets, punt A, en het huidige universum, punt B. Dit zegt ons niets over hoe en waarom het universum begon, maar alleen dat het begon. En dat wisten we al. 4. Ten slotte wordt ons op pagina 180 een verklaring voor spontane schepping gegeven. Behoud van energie betekent dat universa alleen geschapen kunnen worden uit niets als hun netto-energie nul is. Waarbij. Negatieve gravitationele energie de positieve energie van materie en straling uitbalanceert. Dit vraagt om het bestaan van een wet van de zwaartekracht. Omdat er een wet van de zwaartekracht bestaat, moet en zal deze vanzelf universa uit het niets scheppen. Er wordt echter geen reden voor gegeven. Dus de zwaartekracht is God. Helaas hebben de auteurs geen tijd om ons te vertellen wie de zwaartekracht schiep. Zij hadden God al eerder uitgesloten, omdat niemand kon uitleggen wie hem schiep. Ook kunnen zij ons niet vertellen waarom materie en zwaartekracht uit het niets tevoorschijn zouden komen. Ze zeggen alleen dat niets, tussen aanhalingstekens, kwantumfluctuaties ondergaat. Maar dat vereist dat, evenals de zwaartekracht, de wetten van de kwantummechanica al bestonden voordat het universum er was. En dat niets, tussen aanhalingstekens, de eigenschappen van de normale ruimte bezit, die deel is van de geschapen orde en er dus niet aan vooraf kan gaan. Een groot ontwerp, alleen in die zin. Dat het boek groots is opgezet om de onwetenden en onvoorzichtigen een rat voor ogen te draaien en hun atheïstische filosofie in een wetenschappelijk jasje te steken. Gelukkig past het jasje niet.